Ajax-vrouwen speelden dinsdagavond een laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Op de toekomst was Lierse SK de tegenstander. De bal over de zijlijn. Vanwege een blessure van Claudia van Heiligenberg. Het moet al meteen behandeld worden door Eva Blewanes, de verzorgster van de Ajax-vrouwen. Hier dit moment. Laten we hopen dat het meevalt voor de captain van Ajax en ook een van de internationals. En Merel van Dongen maakt zich klaar om erin te komen. Van Heiligenberg heeft te veel last van haar knie. Daar Merel van Dongen meteen met de aanvoerdersband. Marees, middag met een goede bal. Marloes Pieten. Schot geblokt. Bal weer teruggelegd. Schot daar vanmiddag. Dat gaat maar net naast. Tesselmiddag met de uithaal. Jammer voor Middag, die ook zo graag zou willen scoren. Tesselmiddag. Daar Ashley Bakker met een goede bal op Pieten. Marloes Pieten en de redding van Odeurs. Goed werk daar van Ashley Bakker. Een mooie paas op Pieten. En daar Ashley Bakker. Heel goed gedaan van Bakker. Ashley Bakker met een voorzet. En bijna in het doel. Via Pieten. Weer een goede actie van Ashley Bakker. En daar Daphne Koster geblesseerd. Het goede nieuws is dat zij nog steeds de bekerfinale kan halen. Goeie opening op Ashley Bakker. Ashley Bakker kan voorgeven. Pieten en de kans. En de redding van Odeurs. Goede aanval van Ajax. Weer Bakker op Pieten. Lisa van der Most. Van der Most nog steeds. Lisa van der Most. En daar de kans en het doelpunt. Odeurs laat de bal los. En dan is het Chantal de Ridder die de band breekt en de score opent. 1-0 voor Ajax. Het goede werk van Lisa van der Most. De voorzet wordt daar van richting veranderd. Odeurs kan alleen maar de bal nog aanraken en van richting veranderen. Maar daar staat Chantal de Ridder en scoort 1-0. Marees, lange bal. Op de Ridder, Van den Berg en de Ridder. De Ridder opnieuw, de Ridder. En 2-0. Chantal de Ridder, prima afgemaakt. En een tevreden Ed Engelkes. Prima doelpunt. 2-0 voor de Ajax-vrouwen door een doelpunt van Chantal de Ridder. En Engelkes weet dat deze wedstrijd binnen is. Daar een goede opening op Ashley Bakker. Ashley Bakker weg. Waar is de aansluiting? Daar komt de bal en het doelpunt van Inessa Kaagman. Goeie voorzet. En Kaagman met links. Een geplaatste bal. En dan staat het 3-0. Feest op de tribune. Een geplaatste bal. 3-0. Lisa van Most. Dan komt de voorzet. Desiree van Lunteren. Ashley Bakker. Ashley Bakker in twee keer. Oh, wat een schitterende bal. Op de lat. Pech voor Ashley Bakker. Mooie paas. Chantal de Ridder. Helemaal vrij. Chantal de Ridder. De Ridder geeft de bal voor. En de bal wordt gemist door Desiree van Lunteren. En dan zit de wedstrijd erop en winnen de Ajax-vrouwen soeverein met 3-0 van Lierse SK. Door twee doelpunten van Chantal de Ridder. En de 3-0 kwam op naam van Inessa Kaagman. De eerste helft was het een beetje moeizaam. Slordig ook. Sommige ballen kwamen dan niet aan. Ja, kwamen niet echt tot kansen creëren. En de tweede helft was gewoon totaal anders. Dan kunnen we het opeens wel. Kunnen we vrijheid voetballen en... kwamen de kansen en ook de doelpunten. En dan was het eigenlijk zoals het vanaf het begin had moeten zijn. Een hoofdrol was er weggelegd voor Chantal de Ridder. Ja, die was in goede doen. En
Nou, ik moet zeggen dat ik over meer spelers tevreden ben. Ik vind dat het als team gewoon goed stond. En dat we elkaar ook daarin aan het steunen waren. Ja, dan kun je spelers in situaties krijgen dat ze zich kunnen gaan onderscheiden. Maar ja, als je kijkt naar wat voor afstanden Ashley en Chantal maken, ja, dat is een beetje af. Je had de hele wedstrijd al een goede rol als voorbereider. Ja, ik moet de bal vasthouden. Daar sta je als spits voor. Sterk zijn aan de bal en dan het spel verleggen. Dat ging goed. Alleen als spits sta je natuurlijk ook om doelpunten te maken. En dat lukte vandaag dus niet. Maar ja, ik heb een lekkere wedstrijd gespeeld. In de eerste helft een groot verlies. Claudia van Heiligenberg valt geblesseerd uit. Het zag er ernstig uit. Ja, het lijkt op een knieblessure en ze heeft er flink pijn aan. Dus het is nu even afwachten wat de conclusie wordt. Maar op dit moment kan ik daar niet zoveel over zeggen. Maar het is in ieder geval de knie.